Bij de productie van melk worden broeikasgassen uitgestoten. Voor een toekomstbestendige melkveehouderij is het belangrijk om te werken aan verlaging van de broeikasgasemissie. De broeikasgasemissie op het melkveebedrijf wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. Dit zijn mestopslag, pensfermentatie, de aankoop van voer- en kunstmest, teelt en productie van ruwvoer en het gebruik van energie op en rond het erf. Er zijn veel mogelijkheden om de broeikasgassen op uw melkveebedrijf te verlagen en u kunt verschillende stappen zetten. Maatregelen rondom de opslag van mest, zoals mestverwerking en mestbewerking, dragen bij aan het verlagen van de methaanemissie van mest. Op dit onderwerp wordt nog veel onderzoek gedaan. De methaanemissie die vrijkomt bij pensfermentatie kan verlaagd worden door de ruwvoerkwaliteit te verbeteren, het rantsoen te optimaliseren, voerefficiëntie te maximaliseren, weidegang toe te passen en voeraditieven te gebruiken. Daarnaast draagt zorgen voor een langere levensduur van de koe en minder aanhouden jongvee bij aan het verlagen van de methaanemissie. Aankoop van kunstmest en krachtvoer heeft een grote impact op de broeikasgasuitstoot op een melkveebedrijf. Voorbeelden van maatregelen zijn krachtvoer vervangen door bij- en restproducten, eigen krachtvoerteelt, kwaliteit van eigen ruwvoer verbeteren, weidegang toepassen, klaver in het grasland en efficiënt gebruik van kunstmest. Bij de teelt en productie van ruwvoer worden broeikasgassen uitgestoten. Verhogen van de ruwvoerkwaliteit en inkuil- en voederverliezen minimaliseren zorgen voor een lagere emissie. Gebruik van groene energie en verlaging van energie- en brandstofgebruik door betere technieken of het gebruik van hernieuwbare diesel dragen bij aan een lagere CO2-emissie. Deze stappen vragen om vakmanschap en maatwerk. Samen met erfbetreders kunt u bepalen wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf en welke maatregelen het beste bij uw situatie en bedrijfsvoering passen. De stappen die u vervolgens zet op en rond het erf zorgen voor verlaging van de broeikasgasemissie van melk. Hierdoor draagt u bij aan een toekomstbestendige melkveehouderij en het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord. Meer informatie vindt u via www.duurzamezuivelketen.nl.